allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus en ik zal zeggen, geniet maar weer al van een nieuwe vlog. Wel, kijk, hè, ik heb al mijn televisie, die staat hier al. Dus ik moet een paar koppelingen daar achterin doen. Mijn vlog, die stikt al in elkaar. De superfans hebben al een kleine preview gekregen. Hoe kunt je superfan worden? Ga naar www.secotv.be. Maar ik moet daar nog heel wat aan werken. Ik ga nu straks van ook vertrekken, van werken gesproken, dat ik ook ga doorgaan naar het wijk toe. Want, ja, het is hoog tijd en ik ben nog iets aan het zoeken, wat ik ook wou meenemen. Nee, ik vind het hier niet. Nee. Dus ik ga hoogstwaarschijnlijk iets heel leuks doen. Echt waar, iets heel leuks. Ik heb namelijk deze spelletje gekregen en dan ga ik dat ook eens filmen terwijl dat ik ook aan het spelen ben. Ik ga me hier in die zakken voelen. Ah nee, ik zie het al. Allee, zeg mensen, ik ga jullie laten. Ik ben hier nu boven alles. Fijn continent. Dan ga ik in een keer stiller gaan praten. Dus, ik ga ook nog om tandjes doen. En dan ben ik door. Zeg, tot straks allemaal. Yo! Zo mensen, mijn allerlaatste werkdag van deze jaar gaat beginnen. Zonder rugzak. Ik moet maar een halve doen vandaag. Dus we gaan er eens tegenaan. Jawel, mijn halve dag gaat hier beëindigen, mijn werk hier in Globachem. Dus ik zal zeggen, jawel, dus ik zie jullie allemaal straks terug. En ja, we gaan er weer al een toffe dag van maken. Ik heb iets heel leuks op de planning staan. Dat is, ja, we gaan dus Crash Bandicoot 1, ga ik ook even al wat spelen. Ik denk een goed half uurtje. Dat ga ik ook dan opnemen voor jullie. Zal zeggen, heel hallo allemaal! Jawel, ik heb een halve dagje, dus ik ben nog al even al onderweg. Nu richting de winkel. Wow! Dat was even creepy daar. Dat was even creepy. Heel veel water in één keer op mijn auto gekregen. Precies een overstroming, precies zo'n wave. Maakt niet uit. Ik ben nu dus onderweg. Onderweg naar mijn. Naar mijn thuis, zou ik zeggen. Naar de winkel. Ik ben nu richting Carrefour aan het rijden op de grotering van Hasselt. Daar ga ik nog even kerstinkopen doen. Voor mijn ouders natuurlijk. Want deze avond is het kerstavond. Wel een sobere kerstavond waar ik niet echt mee vier. Ik geef dat eerlijk toe, ik vier het niet. En waarom niet? Ja, ik mocht toch niet bij elkaar komen, dus dan doen we het dit jaar echt het praktisch niet. En ik dacht nu in één keer dat mijn vader hier langs mij stond. Het is ook in een Volvo Jeep. Ja. Ik ben nu, ja, dus helemaal met de caravan. Wat ga ik daar kopen? Dat weet ik nog niet. Iets voor mijn mama, zo'n een mandje en dan nog iets van mijn papa ook in een mand achter of zo. Ik weet het niet. Ik ga bezien. Ik mag maar 30 minuten in de winkel blijven. Dus dan gaan we dat allemaal een beetje moeten bezien. Het is echt hier goed opletten. Ik zit nu in de buurt van de Ricoh. Dan gaan er ook nog van deze rijvak wat langs mij zitten ook naar de mijne rijvak toe. Die op de verkeerde rijvak zitten. Ja.
Ja, wat een man. Het is echt opletten hier. Voilà. Opzet er weer. Dan sta ik heel vooraan. Woehoe! Ik zie jullie saus terug. Hier bij de Carrefour aangekomen. Nu nog op zoek gaan naar de pakjes voor mijn ouders. Hopelijk vind ik iets. Want mijn moeder had gezegd dat hier zo mandjes en dergelijke lagen die al ingepakt zijn. Maar nu moet ik het nog gaan zoeken ook nog. Oei oei, hier is muziek. Ze hebben een copyright claim. Nee. Ik ga zoeken. Ja, misschien bij die dingen al. Theo voor mijn papa, voor een pakket. Ja. Dat ga ik voor mijn papa kopen. Papa kijkt toch niet naar mijn vlogs, dus dit is voor mijn papa zijn kerstmis. Ik ga dan nu nog iets voor mijn mama zoeken. Ook zo'n toilet. Palassa. Dat is voor mijn mama. En dan gaan we al terug naar de kassa. Voilà, mijn kerstinkopen is al gedaan. Woehoe, zo snel kan dat gaan. Dankjewel Moeken om dit te melden dat het lukte. Dus ja. Nu ben ik ook nog iets voor mijn eigen aan het zoeken. Dat is iets leuks. Ik ga eens naar de elektronica. Eens kijken als er al iets leuks in staat. Misschien ook wel een nieuwe computer. Want dat willen jullie toch, dat ik terug kan gamen. Gaan we daar naar eens naartoe. Dus eens even kijken hier. Hè. Hier staan de tablets. Tablets heb ik niet nodig. Het zijn echt de PC's die ik aan het zoeken ben, maar niet in deze rij. Oei, misschien in de volgende rij. Nee, dat zijn printers. Dit zijn modems, boxen. Geen gaming PC's meer ofzo. Van vroeger verkochten ze dat ook hier. Nee, alleen nog maar gaming gear. Ah jawel. Hier staan er. Even kijken. Ah, wel mensen, nu moeten jullie mij wel even helpen. Is een van Acer, hè? Een Predator Ariane 3620 Acer, heel goed. Processor Intel Core i5 10400F, grafische kaart Nvidia GeForce GTX 1650. 4 GB dedicated, 16 GB RAM geheugen, harde schijf 2 TB, 256 GB SSD, Bluetooth, klavier en muis, Predator inbegrepen, 2 jaar garantie plus 1 jaar garantie voor €59. Is dit goed? Ja. Mensen, goed nieuws. Ik ben terug naar de Carrefour aan het rijden. Ik ga die PC kopen. Dan weten jullie dat welke inspecties dat er in die nieuwe PC zitten. Ik hoop dat het goed is. Goed voor te kunnen renderen, goed voor te kunnen gamen en te livestreamen voor jullie allemaal. Daarom doe ik het ook. Ik ben dus wat geld gaan halen bij mijn ouders dus. En nu is het grote moment aangebroken dat ik hem ga kopen. Doe het uit. Ja, dus en nu is het direct groen voor ons ook. Ja, nu zijn ze die aan het vertrekken die rechtdoor mogen. En dan die rechtdoor mogen, die krijgen nu het rijk oranje rood. Vanaf
nu ongeveer, denk ik. Ja, want ze zijn aan het remmen. Ze zijn aan het remmen, ja. Ja. Nu hebben wij gevoel. Het probleem is dat voor hier af te slaan, blijft wel niet lang groen. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Voilà, terug nu naar de autoparking rijden, dan een winkelkarretje nemen natuurlijk. En dan ja, gaan betalen. En dan heb ik mijn nieuwe pc. En sorry, jullie kregen die nog niet te zien, want dat is ingepakt. Want ik heb gevraagd als ze die al kunnen inpakken in een cadeaubon of zo, een cadeautje. Ja, ik laat hier een hele mooie vrouwke over. Ik mag nog altijd kijken naar mensen. En dan nu zo goed mogelijk parkeren. En je gebruikt iemand hier al zijn de binker niet als ze hem gaat parkeren. Dat zou nu. Tak, tak. En nu hier parking zien te vinden. Nee. Pas, 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 pas. Pas, 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 pas. En dat is gewoon heel druk. En ik wil eigenlijk niet te ver gaan staan voor die pc-kasten. Want daar had ik er even. Allee, ik zie jullie zelfs terug. Kijkers! Jawel, ik heb mijn eigen merchandising aan. Jawel, een eigen hoodie. Hoodie, la la la. Rood van binnen, zwart van buiten. Rode touwtjes, echt heel mooi. Met de website aan beide zijden van de mouwen. En daar ben ik wel echt heel blij om. Op de achterkant staat ook mijn logo. Hier ook op mijn borstkast staat mijn logo. Wat wil ik nog vertellen? Op mijn achterkant staat ook mijn website. Plus nog een keer mijn eigen naam. Maar zo, dat kunnen jullie zelf ook bepalen hoe de t-shirt eruit wilt zien. Sowieso met de logo hier op de borstkast en ook op de rugzijde. Oftewel met uw eigen naam er nog extra erop, oftewel met een logo of een afbeelding van jou. Dat kan allemaal. Dus dat moet je voor mailen. Even info@cycletv.be. En ja, dat was een leuke dame langs mij. Nee, dan kunnen we ook de concrete regels afspreken voor de t-shirt dan te laten maken, de hoodie. Momenteel zijn de hoodies nog aan €60 per stuk, dus met uw eigen naam en al. Maar dat is een limited edition van 500 exemplaren. Dus dit is nu nog 500 keren te verkrijgen. Dus ik zal zeggen, ga naar www.cycletv.be, klik op webshop en kopen, zal ik zeggen. Nee, dat moeten jullie niet. Dus ja, als jullie het willen. Hè. Dus jullie moeten je niet verpleegd voelen om iets te kopen. Dat mag altijd. Dat is altijd leuk. En ik maak ook heel graag jouw ideeën met mijn logo. Misschien hier binnenkort nog de winterlogo. Wie weet. Voor tijdens de winter. Een winter-exemplaar kan ik dan ook dan verkopen. Kan ook wel leuk zijn. Dat is misschien dat ik die dan ook ga kopen. Ik ben ook even aan het opletten op het verkeer. Dat moet. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ben nu bijna bij mijn schatje aangekomen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo! Hallo kijkers, ik hoop dat jullie de foto's hebben genoten wat mijn schatje heeft gemaakt. Ja, dus ik neem mijn schatje toe, ik zal het zo zeggen. Want die heeft fotoshoot gedaan. Toppie van mijn blouse. Ik hoop dat jullie het mooi vinden.
Ik vind het wel eigenlijk heel mooi. Maar ik ben op een locatie aangekomen om het einde van de vlog aan te kondigen. Ik ga naar buiten toe en dat is iets heel moois. En dan laat ik ook nog geld vallen. Oei, 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 oei. Dat is ook niet de bedoeling, hè. Voilà. Ja, ik sluit altijd met een wagen. Kijk eens hier, mensen. Wauw. Wel, via deze weg. Ik ga hier, dus echt in die kerstboom staan, dat kunt je. Ziet, je kunt hier echt helemaal mooi in lopen. Wel, heel veel bedankt om te kijken naar mijn dagelijks leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op de bel te drukken, dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. Dat is toch wel mooi. Niet. Even zo aan het kijken. Echt heel, heel, heel mooi. Ja? Dus, echt waar, mensen. Ik probeer de vlogs echt leuker te maken. En je ziet het, ik ga ook naar locaties nu al toe. Voor, jawel, mijn vlog te beëindigen. En ik ben nog altijd heel trots op mijn hoodie. Hier staat dus mijn logo op. En dan op mijn zijkant mijn website. Voilà, echt heel mooi. Die is nu te koop ook op mijn webshop op www.psychotv.be. Check it out. En wie weet, ik zeg het u, het is goed warm. Zit goed. En ik ben er tevreden mee. En mijn schatje is ook tevreden. Er zijn twee mogelijkheden. Dat is zo'n hoodie. Ik kan die ook, als jullie zeggen van, ja, die website is er te veel aan. Aan beide kanten. Dan kan ik dat ook weglaten. En ook de website op mijn rugkant, daar staat ook een website op. Die kan ik dan ook weglaten. Dus bijvoorbeeld hier mijn logo. Achterkant mijn logo. En dan uw naam. Ofwel een tekening wat jullie hebben gemaakt. Dan op jullie, op mijn rugkant. En zo laat ik er maar 500 exemplaren maar van maken. 500. Dus profiteer ervan. Dus heel bedankt om te kijken naar mijn dagelijkse leven. En nu ga ik richting mijn appartementje toe en nu ga ik slapen. Awel, tot morgen. En morgen, jawel, staat er iets heel leuks te gebeuren. Mijn nieuwe game PC. Ik ga het ook aan jullie laten tonen als het in elkaar steekt. Eén ding ook nog kwijt. Sorry dat ik het niet heb afgerond bij die kerstboom. Ik ben gewoon veel te moe om nog even een klein stukje Crash Bandicoot 1 op te nemen. Dat zal pas voor morgen zijn. Dus voor de vlog voor morgen. Goed mensen, dan weten jullie dat. Tot morgen allemaal. Joe.